In Van de Kaart gaan we vandaag iets eten wat we nog niet op ons bord kregen. Vandaag geen vis, geen wild, geen rund, maar wel paard. We vinden ons dan ook in Vilvoorde, de stad van de pierrefritters. Welkom in restaurant De Kuiper. Sinds oudsher is paardenvlees altijd verbonden geweest met Vilvoorde omwille van de belangrijke prijskamp elk jaar die dat voor de raszuiverheid voor paarden en dan in het bijzonder Brabantse trekpaarden gehouden wordt tijdens de jaarmarkt in Vilvoorde. En anderzijds is er ook de beschikbaarheid van paarden die hier altijd geweest is en die is te wijten aan de landbouw die hier altijd geweest is, veel industrie van oudsher. Er was ook de kazerne in de buurt die altijd paarden gebruikte. En ook de boten die hier langs het kanaal getrokken werden, die werden door paarden gedaan. Als paarden aan het eind van hun nuttig leven waren, dan werden ze geslacht en was het paardenvlees beschikbaar eigenlijk. Een sneetje zelfgemaakte kalfskop met een geuze is een fantastische combinatie. Maar straks gaan we uiteraard paardenvlees eten. En zo ook onze gasten van vanavond, Roel en Nele uit Capelle op den Bosch. Roel, het wordt een primeur, want je hebt nog nooit paardenvlees gegeten. Klopt. Wat verwacht je ervan? Oh, ik verwacht iets gelijkaardig aan gewone stek, maar iedereen heeft mij verteld dat dat toch iets speciaals zou zijn. Dus na al veel soorten vlees gegeten hebben, rund, kalf, maar ook wild, ga ik nu dit eens proberen. Nu, sommige mensen hebben een principiële bezwaar tegen het eten van paardenvlees, maar jij duidelijk niet, hè? Niet speciaal, nee. Nee, als het maar lekker is. Voilà. Ik stel voor dat we eens gaan proeven van het voorgerechte zelfgemaakte kalfskop. Smakelijk. Dank je wel. Zo serveren we paardenvlees. Het paardenvet gebakken met frietjes en sla. Het is beschamend eenvoudig en ik wens je smakelijk eten. De paardenbiefstuk is opgegeten. Wat vond je er eigenlijk van? Ik vond het heel lekker. Het heeft echt gesmaakt. Het was lang geleden dat ik een paardenstuk heb gegeten, maar deze was echt voortreffelijk. Het was allemaal vrij eenvoudig, maar alles op en top eraan. Hè? Ja, dus zowel de salade als de verse frietjes, de paardenbiefstuk, zelfgemaakte mayonaise. Heel lekker. Nele, is dit een adres waar jullie zouden terugkomen? Ja, ik vond het echt aangenaam lekker. Het is zeker een aanrader voor mensen die graag paardenstuk lusten. Oké, bedankt. Restaurant De Kuiper is het beste bewijs dat ook een eenvoudige keuken zonder veel franjes best lekker kan zijn. Hier kom je voor een perfect gebakken of geroosterde paardenstek met verse frietjes, zelfgemaakte mayonaise, een lekker slaatje, béarnaise, champignon of peperroomsaus. Hier kom je voor de leuke sfeer, het authentieke kader en het authentieke interieur. Hier kom je voor een lekkere geuze van Boon, Cantillon, Hansens of Driefonteinen. En je voelt hier nooit bekocht, want op het vlak van prijskwaliteit is dit een van de beste adressen van de regio. Tot volgende week.